Hey mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met Tycho. En jullie hebben het al aan de titel gezien. Ik heb een hamster. Maar jullie is nog de vraag, hoe zal die heten? Ik zal hem eens laten... Eerst gaan we... Eventjes. Dit is trouwens de kooi. Even snel. Kijk. En ik laat hem jullie straks nog wel eventjes helemaal zien. Maar we gaan in ieder geval de hamster er alvast in zetten. En dan gaan we zo meteen na de video ga ik eventjes eten en drinken. Want dat ben ik vergeten te bakken. Dus. Zo. Kijk. Hier zit hij in. En ja, even kijken. Oh, hij zit aan beide kanten, zit hij dicht. Dan ga ik hem gewoon eventjes openmaken. En dan doe je hem gewoon in een kooitje. Ja. Tycho, wil jij voor mij de kooi... Oh, de kooi is al open. Gek. Tycho is mee, want die wou hem ook heel graag zien. En dan gaan we even kijken waar die is. Oh, hij zit meteen hier. Kom maar. Mag ik zien? Kom maar. Dat heb ik dan een andere. Kijk, dit is hem. En hoe heet die? Ja, we hebben nog geen naam, dus jullie mogen een naam verzinnen. Ik ga hem... Dit is de hamster, Tycho. Hou deze vast. Nu, deze de doos. Neem een hand. Ah. Oké, okay, ik doe hem nu meteen hierheen. Neem mijn hand. Neem mijn handjoei. Zo. Ja? Hij was eventjes weggerend. Handjoei. Maar ik heb hem en hij zit in de kooi. Dus ik heb deze. Heet een handjoei. Pluk. Waar je in, gewoon in kan zitten. En die doe ik hier. Oeps. Zo, alsjeblieft, ben je meteen verstopt. Doe ik hem meteen eventjes snel dicht. Ga jij eens weg. Oh, andersom. Het is niet de bedoeling dat hij weggaat, want dan is het nou het tweede verhuizing. Hallo. Ja. Ben je nu voor Ajax? Nee joh, tuurlijk niet. Ik ben ook voor Feyenoord hoor. Ja. Ik ben voor Ajax en Feyenoord en Barcelona en Messi. Zo, hij zit dicht. Was eventjes een gedoe ook. Maar hij zit er, zo te zien zit hij er nog in. Dus wat gaan we doen, Tycho? Gaan we het kooitje filmen? Hoe het kooi eruit ziet? Nee. Ja. Nee. Oké, dus dit is trouwens de kooi. Hij zit nu daarin een beetje. Ja. Daar, in dat huisje. En hier zo boven. Hier ongeveer, zeg maar. Hier zo, denk. Of hier. Wacht, ik doe even het licht aan, hoor. Hoppa. Ik doe hem of hier zo aan deze hoek. Zeg maar hier zo. Of ik doe hem hier zo bij deze hoek. Oh. Ja, deze hoek. Want dan kan hij, zeg maar zo. Oei. Hier zo door de buis zo. Hup, en dan zo weer naar beneden. En hierboven heb ik nog een ja, rekje waar die eigenlijk normaal zou op horen te klimmen. En dan hebben we nog, ja, zeg maar dit ding. En hier zo nog ze drinken. En die ga ik ook meteen even pakken en vullen. Want dat is wel zo handig. O, mensen, ik heb eventjes het drinken bijgevuld. Zo te zien zit er, zoals jullie zien, ik wist het al, zit er een worteltje in. Dat is gewoon leuk omdat het zo drijft. Maar wat ik trouwens ben vergeten te laten zien is, hier heb ik zo'n rat. Maar waarmee die kan rondrennen. Ja, hij is niet heel goed te zien, maar ja. Zo, lekker logisch ook weer. Ik zet jullie hier zo eventjes neer.
Zo. Ik heb hier namelijk een tasje. En daarin heb ik zeg maar van dit soort spul zitten. Waar die ze ja, in kan zitten. Als een nestje. Zoals dat die nu heeft. Alleen dan in het oranje. Nou ja, eten. Gewoon twee van zulke soort zakjes. Maar dat eten. Dat doe ik, als ik hem open heb gemaakt, doe ik het gewoon even in een bakje. Ja, dit is gewoon een standaard bakje. Ik zit trouwens hier even in. En ik heb nog, een bakkie. Dus wat ik nu sowieso eventjes ga doen, is dit even hier neerzetten en dit aan de kant doen. Voordat het straks helemaal onder zit, dan zet ik jullie trouwens eventjes zo neer aan de andere kant. Ja, zoiets. Is wel goed. Dan heb ik de spullen. Dit is trouwens allemaal niet gesponsord. Heb ik allemaal zelf gekocht. Nou, ik heb hier zo gewoon even het bakje. Ik zet hem trouwens even zo neer. Dat is veel makkelijker. Zo. Ik doe deze even open. Zo. En dan doe ik deze even openmaken. Dat maakt toch niet uit. Het is allebei hetzelfde. Volgens mij komt Tiro weer naar boven. Ja, Tiro. Even schaar pakken hoor. Tiro, niet zo hard joh. Waarom moet je nou eens hard naar boven? Dat is toch niet de bedoeling? Ja. Waarom doe je dat? Dat is toch niet leuk? Oh. Hey, dat is. Zo. Tigo is er ook weer bij, maar ik pak eventjes. Mag schaar. Ik weer mee video? Ben jij ja, een video? Ik ben al bezig, maar maakt niet uit. Nou, schaar. Even open knippen. Zo. En dan. Prullenbak. Blijf daar eens vanaf en doe het kooitje maar dicht. Ja? Als je wil. Doe die ding, nou, laat maar. Moet hij weer verder open? Wat is dat? Nou, en dan is hij maar half dicht. Ik ga hem toch wel weggooien. Moet ik kijken waar. Ik haat dit soort verpakkingen echt. Ik kan er niet in. Zo. Voor de mensen die trouwens willen weten, het is een Russische hamster. Ik denk, dat is van Minecraft. Zo joh. Oké. Tigo zit achter. Oh. Yes, ik heb precies een groot genoeg bakje. Ik zit nog te twijfelen. Eerst van, is het wel groot genoeg? Dit is vast wel groot genoeg. Dit zit echt maar tot de helft vol. Hij zit nu tot hier vol ongeveer. En ik dacht dat hij tot hier vol zat. Ongeveer de helft. Maar, ja. Even een prullenbakje. De hamster zit in zijn huisje. In het huisje. Zo. Voor de mensen die het willen weten hoe dat ervan, hoe het voedsel eruit ziet. Nou, gewoon zo. Dat is niet heel moeilijk of zo. Ik heb, oh ja, nee, dat heb ik al gezegd. Dat ik hem al eet, dat ik hem al drink. Ja, doe die maar even dicht inderdaad. Zo, een beetje eten. Oh ja, die grote zak, die zak trouwens die ik net had. Die gebruik ik om het eten zeg maar in te doen. Anders zit het in mijn prullenbak hier. En ja, dat is niet zo heel fijn. En dan moet ik dat weer, ja. Het is in ieder geval vervelend. Dus die bak die kan ik wel laten staan. Ik ga even er terug in. Oh ja, ik heb ook nog die gaan laten zien. Wat, een bal. En wat kan daarin? Daar. Een hamster, hè?
Nou ja, doen we hem even open. Ik doe mee met de video weer. En dan doen we hem erin. Even. Zag je mij blazen, YouTuber? YouTubers kijken naar onze video. Even. Die moet ik hem wel weer even goed die doen. Die we net hebben gemaakt. Even dat laddertje. En dan eventjes het eten het voorgoed zetten. Zo. En dan zijn we in principe klaar. Schuiven we de kooi iets naar achter. Want dan heb ik gewoon nog wat ruimte om dingen neer te zetten. Zoals de bal, die kan hier. Meedoen met dat doe je toch al? Ja, het eten zit ik gewoon hier neer. Hij zit niet op jouw kanaal. Deze zak. En wat we ook nog hebben. Ik kom er even niet bij. Is nog een zak eten, maar die zit nog vol. Zo. Welke die net hebben gemaakt, die. En dan hangt die zak hier al even op. Dat video is van jou. En dit is mijn video. Ja? Ja, Tigo is lekker naar de kapper geweest. Is lekker geknipt, hè? Ik ben niet naar de kapper geweest. Nee, de kapper is naar hier geweest, hè? Nee! Gek. Nou ja, goed. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie weer de volgende video. En vergeet zeker niet de naam van de hamster. Een leuke naam voor de hamster in de comments te zetten, want de hamster heeft natuurlijk nog geen naam. Nee. En weet jij een leuke naam, Tigo? Yes. Hoe moet je? Ja. Wat een leuke naam. Nou ja. Verzinnen jullie maar een naam en ik kies er eentje uit en laat het weten in de volgende video. Dus ik zie jullie de volgende keer. In een nieuwe video. Later.